eindelijk in de auto. Ah, zo fijn dat het als mijn meisje weer thuis is. Dus ik wil echt dat hij snel gaat komen nu, want ik ben het echt zat. Goedemorgen, welkom in dit nieuwe vlog. Het is vandaag maandag en ik ga alweer bijna naar oma. Dat is super leuk. En morgen heb ik ook alweer een afspraak. Dat is ook super leuk. En mama wil ik jullie heel eventjes hallo zeggen. Goedemorgen. Laatste weekje vakantie gewoon alweer. En we gaan even knuffelen, want zo en heeft ze oma dagje. Je gaat lekker Lego bouwen, hè, oma? Ja, maar ik zal daar even kijken. Ja, een vriendinnetje van school, lieve. Ik heb grote opruimdag. Marco komt, die heeft tussen zijn werk zeg maar een moment vrij. Dus dan komt hij hier wat klussen en ik heb dan huishouddag en opruimdag. En, papa gaat de planken inzetten. Ja. En dus ik moet even kijken wat ik wel niet kan filmen. Ik weet dus even niet wat voor vlog het gaat worden. Maar in ieder geval eenzaam, want jij bent er niet. Jij komt pas vanavond weer. Dan moet ik helemaal alleen zijn zonder jou. Ga ik ook bij oma eten? Ja. Eet jij macaroni? Ik heb geen idee wat oma eet. Ik heb geen idee. Wat eet jij? Ik eet een schotel. Welke schotel? Ja, papa. Welke Zal ik het je zo laten zien? Ja. Eindelijk in de auto. Kleine meisjes worden groot en die doen er heel lang over om zich aan te kleden en hun haar te doen. En dit wel. Het is echt geen kleuter meer. Ik heb echt een meisje. Maar je outfit is wel leuk, dat dan weer wel. Maar ik zei net al tegen Sarah, ik zei dat gaat wel worden. Volgende week met school. We moeten omdraaien. Dat is weer... Nee, maar je kan er nog langs. Nee, dat kan niet. Je kan er nog langs. Zijn we de weg gaan we doen? Je kan er nog langs. Gewijs. Maar goed, het gaat dus spannend worden volgende week. Of ze dan ochtends op tijd is. Dus ik zeg, je mag kiezen. Of opschieten in de ochtend. Of, en daar heeft Sarah. We staan er nu eerder op. Een half uur, zei ik. Een half uur eerder op. Dat vind ik ook wel een ding hoor, een half uur eerder opstaan. Sarah zei, ik wil echt geen half uur eerder opstaan. Ja. Ik zei nee, ik zei maar dan zou je dus echt moeten gaan opschieten in de ochtend. Dus we gaan deze week, Sarah, gaan we kijken. Als jij kan opschieten in de ochtend, dan zet ik de wekker niet een half uur eerder. Als je niet kan opschieten deze week, dan gaat de wekker een half uur eerder. En nee. Dan ben jij niet blij, maar ik ook niet. Want ik ben ook geen ochtendmens. Dan 1 minuut eerder. Nee, 1 minuut heb ik niet heel veel aan. Daar kan ik niet heel veel mee. Dus ja, het is aan jou. Ik moet jou op tijd klaar hebben, dus. En ik weet dat jij echt geen half uurtje eerder wil opstaan. Hé, wij gaan weer naar school. Bordje van Nijntje. Ja, dat is echt leuk. Nog een weekje te vroeg. Volgende week. Als deze vlog online is. Die komt om 6:30 online. Dus als we om de tijd dat de vlog online komt op moeten, dan heb jij niet opgeschoten deze week. Dat we nu nog slapen en nog over een half uurtje wakker worden. Als deze vlog die we nu filmen online komt. Dan heb je opgeschoten deze week. Grappig hè? Ja. Ja. Sarah afgezet. En ik moet gaan tanken. Maar na alles wat we geprobeerd hebben doet die tank het nog niet goed. En echt 3 garages. Mijn vader, vriend van ons, niemand kan achterhalen wat het probleem is. En hoe op te lossen. Maar ja, om de hele auto weg te doen, de tank. Terwijl het lukt uiteindelijk wel. Het duurt gewoon heel lang. Maar hij moet gewoon echt uiteindelijk erdoor. Want het is geen doen. Maar ja, hij rijdt verder prima. Het is verder een hele fijne auto. Dus ja, een beetje een lastig verhaal. Maar goed, ik ga even kijken of ik er wat in krijg. Want dat moet wel. Want anders rijdt hij dus niet meer. Nou, daar gaan we weer. Klik.
Dit dus, heel de tijd. En elke keer als ik hem dan heel zachtjes doe, ja, dan loopt hij bijna niet. Zie je, maar nu loopt hij echt, ik denk 1 liter per uur. Zo fijn dit. Ik ben thuis en ik heb stickers gewisseld voor Sarah en die is compleet. Oh, zo fijn dat het als mijn meisje weer thuis is. Lekker gezellig gekletst en klaargemaakt voor bedje, want ze was best wel laat. Dus die gaat zo slapen en wij hebben nog niet gegeten, dus Marco is eten aan het halen. En ik heb zo'n honger, maar het is echt veel te laat. En ik ben natuurlijk best wel een vreedzaam. Dus zo lang zonder eten zitten, dat is echt drama. In ieder geval, ik vind het drama. Dus ik wil echt dat hij snel gaat komen nu, want ik ben het echt zat. En toen was mijn eten gearriveerd. En het was ze dus heel druk. Dus het heeft echt super lang geduurd. En ik heb nu zo'n honger. Echt niet normaal. Kijk wat. En waar is mijn Minecraft? Deze. Oh, ik heb hier zo'n trek in. En ik wilde voor 1 uur naar bed. En dat ga ik ook doen ook. Dus ik wil de vlog nog even afsluiten. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En dan hoop ik je morgen weer te zien. Doei doei.